zijn een tafeltennisvereniging in Tilburg. En we bestaan, we stonden per 1 mei bestonden wij 70 jaar. Er zijn heel veel mensen begonnen vannacht met een toernooi, een nachttoernooi. En die hebben gespeeld tot 8 uur vanmorgen. Toen hebben ze ontbeten. En daarna is de volgende pool binnengekomen om 10:00. En dat zijn wij nu. Wij spelen dus een dagtoernooi. Hier nog. Maar even. Hey. Dat is Paul. Ik doe Paul nog steeds. We hebben een 100-tal leden, plus of min, want dat schommelt een beetje. Het is zo dat de ledental van tafeltennis best wel gedaald is de afgelopen jaren. In de tijd van Bettine Vriesico, zeg een jaar 20 terug. Toen was er nog best wel veel aanwas bij tafeltennissen. Maar de landelijke bond is van, ik denk in 30 jaar tijd, van 50.000 leden naar de 30.000 leden gegaan. Wij kunnen heel trots zeggen dat deze zaal die hier staat, die is in het jaar 27 terug, hebben we dat aangekocht. In eerste instantie om het 5 jaar te huren. Maar het bleek al heel snel dat het een leuke locatie was. Dus we hebben besloten om het te kopen. En we kunnen zeggen dat vorig jaar de laatste hypotheek is betaald. Dus die zaal die is hartstikke vrij van schuld. Er is om 17:30 is er een receptie. Er zullen mensen bij zijn van de politiek. Er zullen mensen bij zijn van de landelijke bond. En de regionale bond. Allereerst van harte welkom namens heel Luto eigenlijk. Mede natuurlijk het bestuur aan... Ja, oud-leden, leden en, en ook vrienden van Luto en mensen van de MTTB. Ook van harte welkom hier op de receptie van onze 70-jarig jubileum, waar wij in ieder geval hartstikke trots op zijn. We hebben de diverse tafeltennisclubs uit de buurt uitgenodigd. En we hopen dat we met z'n allen een heel leuk feestje kunnen bouwen. Er komen heel veel mensen die lid zijn geweest. Er zullen heel veel mensen elkaar ontmoeten die elkaar kennen in de tafeltenniswereld. Ik wil jullie in elk geval hartstikke feliciteren met jullie kampioenschap. Jullie zijn van Hyperion afgekomen. Dat is een studentenclub, de tafeltennisclub die hier bij ons in huis speelt. En zij hebben uiteindelijk, ze studeren niet meer, ze zijn klaar, ze zijn los van Hyperion. En ze hebben gezegd, ze gaan bij Luto spelen. En ze hebben geclaimd al eigenlijk meteen dat ze op tafel 1 wilden gaan spelen. En ik zeg, nee, dat moet je gewoon verdienen. Dus ze zijn langzaam aan het kruipen en dit is dan een stap richting die eerste tafel die daar staat. En er zijn een paar geduchte tegenstanders die uiteraard hun tafels verdedigen. Dus ik zou zeggen, doe hartstikke je best. We zijn hartstikke blij dat jullie bij ons zijn. En doe verder hartstikke veel tafeltennissen. En maak er vanavond samen met ons een feestje van. Proficiat. Dankjewel. Ik wil jullie ook hartstikke feliciteren. En vrouwen worden bij ons altijd gezoend. Dat blijven we doen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, 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 nou ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Van de teamgenoten die krijgen het TZT het een en ander. Ja. Nou, jullie zijn dus een van de tegenstanders die niet zomaar hun tafels laten inpikken. Als wij met een rolslag op tafel gaan, dan mogen ze ons voorbij. Oké, met turbo. Ik hoop dat er niks geks gebeurt. Kijk. Ik ben blij dat heel veel mensen gereageerd hebben. Ik ben blij dat René van de Wegen het op zich heeft genomen om het allemaal in elkaar te zetten. Dus ik wil eigenlijk een groot applaus voor René. Heel veel mensen die zitten mij te feliciteren met wat we hebben gehaald die 70 jaar. Maar het is, ze hebben allemaal een stukje aan bijgedragen. Het is een beblokken doos van wat iedereen juist aan een club geeft. Dat maakt dat zoiets mogelijk is.
Dus jullie zelf hartstikke proficiat met dat jullie dat zo voor elkaar gekregen hebben. We gaan hier de beentjes op de dansvloer zetten. Oké, okay. Zet hem op, DJ. Doei!